Een stadsbestuur houdt zich bezig met veel issues. In Arnhem zijn dat er op dit moment best wel veel. Hoe werkt zo'n gemeenteraad nou precies? Ik ga het vragen aan de griffier. Wees welkom bij Dit is Arnhem. Ja, we staan nu op de eerste verdieping van het gemeentehuis in de prachtige raadzaal. Jozef, wanneer is deze zaal voor het laatst aangepakt? Deze zaal is in 2008 verbouwd. En dat is onder leiding gegaan van Ruud-Jan Kokke en Petra Hartman. Die hebben het ontwerp verzorgd en ook het tapijt ontworpen. En het is opgeleverd in 2008. En het is een heel bijzonder tapijt. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat tapijt dat heeft een bijzondere bedoeling. Alle raadsleden die toen in de raad zaten in 2007-2008... die mochten twee woorden die ze zelf mochten bedenken op een geeltje schrijven, op een post-it geeltje schrijven. En al die woorden die zijn in het handschrift van die raadsleden verwerkt in het tapijt. En de metafoor is dat zoals een timmerman zijn houtkrullen op de werkvloer van zijn timmerwerkplaats achterlaat, zo laten de raadsleden hun woorden achter op de werkvloer van hun werkplaats. Dat is de metafoor en dat is er onder meer mee bedoeld. En Petra Hartman, de vrouw van Ruud-Jan Kokke, die heeft het tapijt ontworpen. En waar verwijst de gele wand naar? De gele wand, die verwijst naar de universele mens. Dat is een schildering van Ab Gerritsen. Wat ik zeg, die verwijst naar de universele mens en verwijst daarmee naar de burger. Waarover het eigenlijk allemaal gaat natuurlijk in zo'n raadzaal. Is het een geliefde zaal voor iedereen? Ik denk dat heel veel mensen dit een hele mooie zaal vinden. En er worden veel vergaderingen gehouden natuurlijk, raadsvergaderingen. Maar ook veel andere evenementen. En iedereen die ik spreek en die ik zie, als ze in deze zaal komen, dan zijn ze toch wel onder de indruk. En vinden ze het een prachtige zaal. Nu gaan we even naar jouw positie kijken. Je bent griffier bij de gemeenteraad. Wat doe je precies? De griffier is verantwoordelijk voor de organisatie van alle vergaderingen van de gemeenteraad. En van de raadscommissies of raadskamers, zoals we dat hier noemen. Dat is zeg maar de logistieke organisatie van het hele besluitvormingsproces. En verder is de griffier ook zeg maar de eerste adviseur van de gemeenteraad. Alle raadsfracties, de hele raad, individuele raadsleden kunnen bij de griffier aankloppen voor advies op hun raadswerk. Als ze een motie willen indienen of een amendement willen formuleren of als ze willen meer informatie willen hebben, dan kunnen ze dat allemaal bij de griffier vragen. Dan ben je als het ware wel de oren en ogen van zo'n hele gemeenteraad. Ja, dat zijn wij wel. Maar natuurlijk niet alleen. We zijn een relatief klein clubje. Ik heb 7 medewerkers op de griffier. Maar dat klopt, wij horen veel. Dat maakt ons werk ook heel interessant. Je noemde het net al, er worden natuurlijk in deze raadzaal ook de gemeenteraadsvergaderingen gehouden. Wanneer vinden die plaats en hoe vaak? Wij in Arnhem vergadert de raad ongeveer 1 keer in de maand. Natuurlijk niet in de zomer, dus 1 keer in de maand, zo'n 9 à 10 keer per jaar. En wat we dan doen is in die raadsvergadering worden de besluiten genomen die in raadskamervergaderingen zijn voorbereid. Maar er is ook een politieke maandag. Ja, dat is een containerbegrip voor alles wat wij doen. Dus een raadsvergadering die vindt plaats op de politieke maandag. En raadskamervergaderingen die vinden ook plaats op de politieke maandag. Raadsactiviteiten, het vragenuurtje, dat zit allemaal in die politieke maandag vervat. Maar dat betekent ook dat er dus aparte groepen zijn binnen de gemeenteraad die met elkaar vergaderen? Ja, er zijn raadskamers. Je moet je voorstellen, iedere fractie of
Vooral als ze wat groter zijn, die hebben hun fractiespecialisten. Dus de een doet ruimtelijke ordening, de andere doet jeugd, de derde doet veiligheid. Ze hebben een taakverdeling en die onderwerpen komen ook in aparte kamers aan de orde. En dan zit je nog niet in een raadsvergadering, maar dan bespreek je wel raadsvoorstellen, maar meer in de voorbereidende sfeer. Dan ga je informatie vragen van hoe zit dat nou, hoe zit het raadsvoorstel nou precies in elkaar. En dan ga je met elkaar ook wel standpunten uitwisselen. Maar je zit nog niet in de formele besluitvormende raadsvergadering. Hoe groot is de gemeenteraad? Uit hoeveel personen bestaat die? De gemeenteraad bestaat in Arnhem uit 39 personen. En hoeveel politieke partijen zijn erin vertegenwoordigd? Dat zijn 11 fracties. Kun je ze opnoemen? Ja, dat kan ik. Dan zal ik van groot naar de kleinste fractie gaan. Ik weet niet of ik dat helemaal in de goede volgorde kan doen. Maar we hebben D66 in de raad. Die fractie heeft 8 zetels. Dan hebben we de SP, die heeft er ook 8. Dan komt de Partij van de Arbeid met 5 zetels. Vervolgens de VVD en GroenLinks met 4 zetels, als ik het wel heb. Het CDA heeft 3 zetels. Arnhem Centraal heeft er 2. De ChristenUnie heeft 2 zetels. En dan hebben we nog de Arnhemse Ouderenpartij, de Partij voor de Dieren en Verenigd Arnhem met 1 zetel. En dan hoop ik dat jij meegeteld hebt. Dan heb ik nu 11 fracties gehaald. Ja, er zit natuurlijk de oppositie bij en de regerende partijen. We hebben er op dit moment 4. Kun je die eens noemen? Ja. De coalitiepartijen, dat zijn op dit moment D66, SP, het CDA en de ChristenUnie. Ja, en zij leveren ook de wethouders. Zij leveren de wethouders. En je ziet dan dat de grotere partijen, SP en D66, die leveren ieder 2 wethouders. Het CDA levert 1 wethouder en de ChristenUnie levert ook 1 wethouder. Nu zijn er in het afgelopen periode al wat nieuwe wethouders bijgekomen. Bij mij rijst vaak de vraag, wonen alle politici ook in Arnhem? Als je in de gemeenteraad zit, moet je in Arnhem wonen. Als je niet in Arnhem woont, kun je niet in de gemeenteraad van Arnhem zitting nemen. Voor een wethouder gelden ietsjes andere regels. Een wethouder die mag van buiten komen, die mag ook buiten Arnhem wonen. Maar de gemeenteraad moet hem daar wel toestemming voor geven. Als voorbeeld, wethouder Keunig, die woont in Velp. En hij woont net over de grens met Arnhem. En hij heeft ook gezegd, ik wil graag in Velp blijven wonen. Ik ken Arnhem heel goed en ik hoef daarvoor niet naar Arnhem te verhuizen. Nou, de gemeenteraad heeft gezegd, dat vinden wij goed. Dus wethouder Keunig, die blijft met toestemming gewoon buiten de gemeente wonen. Dan hebben we ook nog de burgemeester. En de burgemeester, die wordt wel geacht in de gemeente te wonen. Hij mag daar even over doen. Hij heeft een jaartje de tijd om naar de gemeente te verhuizen, maar dan moet hij echt van naar de gemeente verhuizen. We hebben het over wethouders gehad. We hebben er 6 in Arnhem. Wat is nou precies de functie van een wethouder? Een wethouder die voert het beleid uit. Het beleid wat de gemeenteraad heeft vastgesteld. En de wethouder zorgt ervoor dat dat beleid in de stad wordt uitgevoerd. En daarover legt hij verantwoording af aan de gemeenteraad. Dus de gemeenteraad is het, zeg maar, het kaderstellende orgaan. Zoals de Tweede Kamer de wetten vaststelt en de regering ze uitvoert. Nou ja, die verhouding die is er ook tussen de gemeenteraad en de wethouders. Of het college van burgemeester en wethouders. Kun je eens omschrijven hoe zo'n raadsvergadering eraan toe gaat? Ja, een raadsvergadering begint natuurlijk met een opening. Dat wordt gedaan door de voorzitter. Dat is de burgemeester? Dat is de burgemeester. Die is voorzitter van de gemeenteraad. En het eerste wat hij doet is aan de raad vragen, zijn er nog mededelingen? Bent u het eens met de agenda? Zijn er mensen verhinderd? Is er nog iemand die nog iets bijzonders aan het begin van deze vergadering wil opmerken? En als dat allemaal achter de rug is, dan beginnen we met de inhoudelijke onderwerpen, dus met de inhoudelijke debatten. En dat doen we dan in 2 termijnen. Als een voorstel aan de orde is, dan krijgt iedereen, iedere fractie in de raad, mag in de eerste termijn een standpunt
daarover tot uitdrukking brengen. Daar mag men op geïnterrumpeerd worden. Aan het eind van de eerste termijn is het college aan de beurt om erop te reageren. Dan volgt er nog een tweede termijn waarin ook debat kan plaatsvinden. En dan wordt er uiteindelijk over het voorstel gestemd. En soms zijn er op een voorstel amendementen ingediend. Een amendement is zeg maar een voorstel om iets te wijzigen in het besluit. En die worden op dat moment ook, daar wordt ook over gestemd. En wat ook nog wel eens voorkomt, of wat regelmatig voorkomt, is dat de raad moties indient. Moties die, dat zijn eigenlijk politieke uitspraken van de raad, waarin ze een wens tot uitdrukking brengen of een verzoek aan het college tot uitdrukking brengen. Die veranderen op zich niets aan het besluit, maar geven wel iets mee aan het college. Vaak een soort huiswerk of een soort taak die ze nog moeten uitvoeren. En ook die worden dan in stemming gebracht. Nou, als die twee termijnen en die stemmingen achter de rug zijn, dan gaan we over naar het volgende onderwerp. En zo maken we de agenda keurig af. Totdat we aan het eind zijn en dan wordt de vergadering gesloten door de voorzitter. En wat we in Arnhem gewend zijn te doen is om na de vergadering nog even met elkaar na te praten onder het genot van een bitterballetje en een biertje of een wijntje of een fris drankje. Maar de burgemeester opent dus de vergadering en zal die verder ook min of meer de vergadering in zijn hand moeten houden? Ja, de burgemeester heeft als voorzitter natuurlijk een hele belangrijke taak. Want als hij moet het debat leiden. En dat moet hij in goede banen zien te leiden. Want soms als standpunten nog wel verschillend zijn of mensen heel een sterk gevoel hebben bij hun standpunten, dan is het belangrijk voor iedereen dat het debat via de voorzitter verloopt. Want mensen hebben soms nog wel eens de neiging om dan met elkaar rechtstreeks in debat te gaan. Dan richten ze zich niet meer tot de raad. En dan moet de voorzitter soms zeggen, oké, wilt u via de voorzitter het debat voeren? Dan maakt het wat zakelijker en ook wat minder emotioneel soms. En dan weet men ook dat men zich echt tot de hele raad moet richten. En niet alleen tot degene met wie men het oneens is. Een beetje zoals in de Tweede Kamer. Dat is een beetje zoals in de Tweede Kamer. En dan zie je ook soms zie je in de Tweede Kamer dat zo'n voorzitter het best wel moeilijk heeft. Als er bijvoorbeeld onparlementaire taal wordt gebruikt. En dat komt hier ook wel eens voor. En dan moet de voorzitter echt heel alert zijn en op tijd ingrijpen. Dat gaat hier over het algemeen gaat dat goed. En de discipline is ook wel, de vergaderdiscipline is ook wel groot. Maar er komen altijd momenten voor waarin de voorzitter eventjes de zaak naar zich toe moet trekken. En eventjes moet zeggen, kom op raadsleden, dit is niet zoals we zouden moeten debatteren. Laten we het vooral samen op een goede manier doen. En niet door elkaar heen gaan praten of met te weinig respect elkaar bejegenen. Nou, soms komt dat voor. We schaffen de parkeerplaats voor de markt, schaffen we af op de markt voor het provinciehuis. Ja. Daar komt nieuwe bestrating. Het is bijna klaar. Hoe is eigenlijk zo'n besluit tot stand gekomen? Wie is op dat idee gekomen? Dat idee vindt zijn oorsprong in de afspraken die de coalitiepartijen aan het begin van een bestuursperiode met elkaar maken. Na de verkiezingen dan worden er coalitieonderhandelingen gedaan. En in die coalitieonderhandelingen, als ze succesvol zijn, dan komt dat tot een akkoord. In dat akkoord zitten vaak veel afspraken. En een van die afspraken is dat de markt autovrij wordt. Dat coalitieakkoord dat ligt er dan. Er worden vervolgens wethouders benoemd. En die wethouders die moeten het coalitieakkoord uitvoeren. En die gaan daarmee aan de slag.
schrijven een voorstel, komen met zo'n voorstel naar de raad toe, nemen maatregelen die nodig zijn om die markt autovrij te krijgen, zorgen ervoor dat de financiering in orde is. En vervolgens beslist de raad daarover op voorstel van het college van BMW. Maar de bron ligt in de afspraken die de partijen direct na de verkiezingen daarover gemaakt hebben. Wie bepaalt nou wat er op de agenda staat van de gemeenteraadsvergadering? Dat wordt bepaald door de procedurecommissie van de gemeenteraad. En de procedurecommissie, dat is een commissie die bestaat uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad en de vicevoorzitter van de gemeenteraad. En binnen die procedurecommissie zit een klein clubje mensen van drie mensen, de vicevoorzitter plus nog twee fractievoorzitters, die iedere week over de agenda's van de politieke maandag gaan. En daar wordt dus uiteindelijk de agenda bepaald. Maar dan zijn het conceptagenda's. Want de raad kan altijd zeggen aan het begin van de vergadering, wij brengen een wijziging in de agenda aan. Dus het laatste woord is altijd aan de raad. En hoe is de sfeer in de raad? De sfeer in de raad is soms goed en soms minder goed. Waar ligt dat dan aan? Dat heeft te maken met verschillen in standpunten. En dat heeft ook te maken met dat de Arnhemse gemeenteraad altijd wel een cultuur kent van stevige en flinke debatten, waarin men elkaar soms ook niet spaart. En zolang als ik bij de Griffie op de gemeente Arnhem werk, zie ik dat wel. Dus het is gewoon een stevige debatcultuur. Die soms ook over de grens gaat. En dan soms ook wel wat hard is. En dat is soms niet goed voor de sfeer. Maar als ik dat allemaal overzie en beschouw, dan denk ik uiteindelijk dat er toch wel een goede sfeer in de Arnhemse gemeenteraad heerst. En dat meet ik ook af aan de borrel na afloop, hoe mensen dan met elkaar toch op een hele goede manier even kunnen napraten over zo'n raadsvergadering. Ja, dat is natuurlijk ook wel niet zo verwonderlijk. Hè? 39 verschillende mensen hier die natuurlijk moeten debatteren over soms best wel heikele punten in de stad. Ja, dan zijn die meningen natuurlijk verdeeld. Ja, het moet ook. Al die meningen, dat zijn meningen die in de stad leven en die moeten hier in de zaal aan de orde komen. En die moeten uitgesproken worden en daar moet over gestemd worden. Dus daar moet er een besluit over komen. En de Arnhemse burger verwacht ook dat een raadslid wat hij of zij gekozen heeft, zich hard maakt voor zijn of haar standpunten. Dus dan kan ik niet anders dat het soms ook een stevig debat is. Er is op dit moment ook veel gaande in Arnhem, hè, waarover gedebatteerd moet worden. Denk alleen al natuurlijk aan het filmhuis op het Kerkplein. De marktkooplui die van zich hebben laten horen toen er sprake was van een verhuizing. De nieuwe markt wordt geopend op 9 december, dat is al heel snel. Natuurlijk de Eurobioscoop in Zuid. Stadsblokken Meinerswijk. Kun jij nou als griffier merken dat er een boel voorbij komt tijdens zo'n raadsvergadering en dat het best wel lastig is? Ja, dat zijn best wel voorstellen die zeg maar waar verschillend over gedacht wordt. En waar dus de debatten die hierover overgevoerd worden, die zijn stevig. En als er veel van dat soort onderwerpen op hetzelfde moment spelen, ja, dan is het spannend in de Arnhemse gemeenteraad. En soms is het ook heel saai, zou je kunnen zeggen, als we voorstellen op de agenda van een raadsvergadering hebben staan, waar iedereen zich wel in kan vinden. Maar de onderwerpen die je noemt, dat zijn echt onderwerpen die echt heel erg leven in de stad en ook binnen de politiek. En waarover echt nadrukkelijk verschillende standpunten worden ingenomen. Ja, want je moet niet vergeten natuurlijk dat het is een democratisch gekozen raad. Hè? En het volk heeft ook wat te zeggen. Is... Nou ja, ja.
ik eigenlijk zou zeggen, het volk heeft eindelijk alles te zeggen. Kijk, wat de raadsleden hier 4 jaar doen, daar kijkt het volk naar. En het volk is dan weer aan de beurt om te kiezen. En om te zeggen van, nou, die partij heeft het goed gedaan, die verdient mijn steun. En die partij, dat valt me toch een beetje tegen, daar ga ik niet meer op stemmen. Dus eigenlijk ligt de beslissingsmacht, en zoals dat hoort in een democratie, gewoon in handen van het volk. Hoe zie jij de komende 2 jaar tot aan de eerstvolgende verkiezingen weer in de raad? Ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Kijk, wat je ziet is, op internationaal niveau hebben we de Amerikaanse verkiezingen gehad. En nou, de afgelopen weken heeft iedereen het over Trump en hoe die gewonnen heeft en waardoor dat nou allemaal is gekomen. En men vertaalt dat al heel snel naar de Tweede Kamerverkiezingen die in maart volgend jaar plaatsvinden. En als je even doorkijkt, zal men dat ook gaan vertalen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik vind het moeilijk om daar een antwoord op te geven, omdat het zo dynamisch is. Er gebeurt heel erg veel. Dus dat vind ik lastig. En als je heel specifiek naar de gemeenteraadsverkiezingen kijkt, je ziet dat landelijke verhoudingen vaak heel veel invloed hebben op gemeenteraadsverkiezingen. Het is ook moeilijk om als fractie in een gemeenteraad om je op lokaal niveau te onderscheiden. En dat is wel, denk ik, de uitdaging voor de Arnhemse gemeenteraadsfracties om dat proberen te doen. Want anders ben je min of meer, volg je de landelijke trend, dat zie je vaak. En dat is eigenlijk wel jammer, want dan kom je als gemeenteraad toch niet echt goed tot je recht, denk ik.